Skaten in de Efteling. Gay Pride komt naar Tilburg. Goedendag. Vrijdagavond zijn skaters van Tilburg Centrum naar de Efteling gereden. Voor één keer mochten ze ook in het pretpark skaten. Op vrijdag 10 juni skaten honderden mensen van de Korte Heuvelstraat richting de Efteling. De aanmeldingen kwamen uit heel Nederland. Iedereen mag meedoen, ook de normale vrijdagavond skate. Iedereen mag meedoen. Geen contributie betalen, je kunt gratis opstappen. Half 8 uur 's avonds vrijdag als het droog weer is in het seizoen. We hebben een aantal aanmeldingen moeten stoppen, omdat het anders een project X zou worden. En dat wilden we niet hebben. We hebben vanuit heel Nederland komen ze hier naartoe om hier mee te kunnen rijden. En daar zijn we op zich wel heel erg blij mee. Alleen met 1000 man rijden, dat gaat niet lukken. Dit is nog goed te doen. Deelname was gratis. Wel was er de mogelijkheid om geld te doneren aan Villa Pardoes. Een organisatie die ernstig zieke kinderen een gratis vakantieweek aanbiedt. Mensen die meedoen aan deze route, die mochten gratis meedoen. En de Efteling is zo vrij geweest. Ik krijg al een gift. Om ons gratis het park in te laten. En Villa Pardoes is gewoon is een mooi goed doel van de Efteling. En dat is wel leuk om die te steunen. Want deze kans is uniek. En wij willen hun ook een mooie kans bieden om Villa Pardoes te promoten. Het evenement was een succes. Veel deelnemers vonden de tocht een mooie ervaring. Vorig jaar ben ik begonnen, denk ik. Weer de skilers uit het vet getrokken en mee gaan doen. Ja, dat is verslavend. Dus dan koop je nieuwe skates en dan ga je weer mee. Nee, ik skate wel vaker, dus het was op zich vrij easy goed te doen. Ja, heerlijk. Het brengt je echt overal en vandaag speciaal in de Efteling. Ja, echt wel weer een ervaring om mee te gaan. Ja, heel fijn. Ja, lekker. Goed tempo toch nog. Grote groep. Normaal de helft kleiner, denk ik, of een derde. Maar ik dacht het tempo zou wel heel laag zijn, maar het ging nog wel lekker erop. Ja, ik had het zwaarder verwacht, eigenlijk. Ik ga nu wel met de bus terug, ja. 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 Parkeergarage Heuvelpoort zal in de maanden juli en augustus haar deuren sluiten. De garage wordt verbouwd, zodat er meer parkeerplekken beschikbaar komen. Ook komen er 20 laadpalen voor elektrische auto's. Vanaf september is de Heuvelpoort 24 uur per dag geopend. Opnieuw wateroverlast in de gemeente Tilburg. Ditmaal was het Udehout dat door zware regen het moest ontgelden. Zo stond de Zeshoevenstraat helemaal blank. De brandweer heeft de straat inmiddels leeggepompt. De organisatie van T-Pride, de Tilburgse versie van de Gay Pride Amsterdam, heeft groen licht gekregen van de gemeente Tilburg. Op 21 augustus komt het roze evenement naar de Piershaven. Het idee om een Tilburgse Gay Pride te organiseren ontstond vorig jaar al. Maar toen besloot de gemeente uit veiligheidsoverwegingen het evenement niet door te laten gaan. Het idee is ontstaan op een feestje met een borrel. En eigenlijk op de dag dat ook de Amsterdamse Gay Pride aan de gang was. Ja, dan moet hier in Tilburg toch ook wel te doen zijn. En als grap hadden we gedacht 3 boten te huren met een travestiet erop, door de Piershaven varen. Ja, en zo is het eigenlijk ontstaan. Het moet een leuk feestje zijn en we weten echt niet hoeveel mensen erop af zullen komen. En we gaan het dit jaar proberen en wie weet komt er een vervolg op. En we gokken toch wel op een 1500 man. Het is gewoon feesten, be proud. Ook de horeca bij de Piershaven denkt mee aan de Tea Pride. De bedoeling is er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Omdat er nog zoveel intolerantie is, moet het toch blijven bestaan. Dus het moet nog groeien, het moet nog handen en voeten krijgen, zeg maar. Ja, en dit is de eerste aanzet en het is echt nog vanuit niks. Dus meestal moet je dan nog gaan pionieren hoe het vorm gaat krijgen. 8 boten hebben we op dit moment, geloof ik. Het ponton vaart mee, de loveboot vaart mee. We hebben de Tilburgse Watersportvereniging bereid gevonden om enkele boten om mee te varen. Een paar ondernemers hier aan de Piershaven hebben de boten ter beschikking gesteld. Dus de kleinste Pride van Nederland, dat blijft die wel. Maar we hebben inmiddels al enkele boten. We kunnen niet achterblijven. We hebben natuurlijk een prachtige locatie hier ook voor. Dit was het Omroep Tilburg Nieuws voor vandaag. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.